Hey Culicoolers, leuk dat je kijkt. Ik ben Nicole. En ik ben Stijn. En we gaan natuurlijk voor jullie weer een super lekker recept maken. Wat ook nog eens super gezond is. Uiteraard. Een van de favorieten van Nicole. Ja, want wat gaan we voor jullie maken? Dat is een warme kipkerriesalade. Ja. Ja, ik ben echt een kipkerriefan. Ja, heb ik geweten hoor. Toen wij elkaar ontmoetten, we gingen nog op stap. En we kwamen om 4 uur 's nachts. Die tent uitgerold. We hadden toch nog even trek. Zo, misschien ken je het wel, zo'n broodje dunner. Ja, ik weet niet, maar ik nam altijd mijn broodje dunner met kerriesaus. Ik vond het lekker. Ja. Ja. Maar goed, inmiddels dat eten we niet meer. Die tijd hebben we gehad. Er zijn echt vele andere lekkere manieren. En die laten we je vandaag aan je zien. Pak eerst de kip aan. Dus dat gaan we nu doen. In kokosolie trouwens. Ja, dat is een belangrijke. Zo. En wat we dan gaan doen voor lekkere sap eigenlijk doorheen, is de helft van ananas wat we gesneden hebben. Ja. En dit braden we dan even aan totdat het mooi goudbruin is gekleurd. Ja, het is mooi bruin aangebakken. Ik ga het vuur nu op slager zetten. En dan gaat de knoflook en de shallotje erbij. Ja. Mooi fijn gesneden door Stijn. Dankjewel. Dank. En er gaat mijn favo kruid doorheen. Kerry. Lekker. En dan doe ik lekker 2 theelepeltjes. Het is niet voor niets een kerry salade. Nee, daarom. Nou, dat mooi weer aanbraden. Even kort, een minuutje. Oh, lekker. Oh, die ruikt echt lekker. Ja. Ja, top. Kan de kokosnoot erbij? Ja, die staat hier. Ja, schenk er maar bij. Ja. Ja, en dit gaan we even inkoken. Top. Ja, totdat het een lekkere kerrysaus wordt. En ondertussen gaan wij salade klaarmaken. Ja. Tijd om de salade op te dienen. Daarvoor leggen we eerst wat rucola op een bord. Zo. Ja. En dan de bosui, niet alles, zo, wat bosui. En wat bleekselderij, zo, ja. Nog wat stukjes ananas, paar. En dan de overheerlijke curry, kip curry mix eroverheen. Heerlijk. Zo. Oh, lekker. Ook lekker zo'n curry sausje erbij. Ja, hè? Lekker, hè? Zo. Nou, niet te zuinig, Nico. Ja. Hoezo? Is dit jouw bord? Nou, hè? Ik denk het wel. Oh, zo. En nou ja, je kan nog een beetje ananas erop doen. Zo. En nog wat bosuitjes. Leuk. Nou, en klaar. Tijd om te proeven. Oh, lekker. Alsjeblieft. Nee, heb ik niet nodig. Weet je wat ik doe? Nee. Ik pak lekker het glas. Lekker. Heel lekker. Oh, het is echt goed gekruid trouwens. Nou. Nou, vond jij dit een leuke video? Doe een duimpje omhoog, dat zou hartstikke leuk zijn. Ja, en abonneer natuurlijk ook even op ons YouTube kanaal. Vinden we super tof als je dat doet. Ja. En dan ontvang je ook de nieuwste recepten van ons. En als jij deze kip curry wil maken, kijk dan even hieronder. Daar hebben we de link naar het recept, zodat jij het helemaal thuis kan gaan maken. Ja, wees vrij om het ook met iedereen te delen die je kent. Dat vinden we alleen maar super tof. En zo kunnen we iedereen inspireren om echt lekker en gezond te gaan eten. Dus zeker even doen. Dank je wel alvast ervoor. Ja. En naast deze salade hebben we nog 2 andere heerlijke salades. De Mambo Mango salade, ook echt een aanrader. Is al meerdere malen gemaakt door Culicoolers. Ja, ga je echt van swingen. Ja, en we hebben nog een heerlijke romige tonijnsalade. Dus kijk even hieronder, dan kun je gelijk doorklikken naar de volgende video. Heel veel succes, eet smakelijk. Eet smakelijk. Doei.